En we zijn nog steeds op het congres Mobiel in Uniform. Hier bij de generaal-majoor de Ruiter van Stevink kazerne in Oorschot. Annelieke, wie is er bij ons aan tafel? Ja, naast ons is aangeschoven de heer De Natris. En u bent, mag u het zelf zeggen, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Ja. En medeoprichter van de Coalitie voor Veiligheid. Kijk. Kijk. Dus veiligheid, marine. We hadden hier net de heer Ton Heerts aan tafel zitten. En die heeft u ook even zien spreken waarschijnlijk. Eerste reactie daarop? Nou, ik denk een hele terechte constatering van Ton, die ik overigens uit het verleden ken, toen hij nog ook vakbondsvoorzitter bij Defensie was. Dat wij zullen moeten gaan samenwerken als veiligheidssectoren binnen de overheid, willen wij de problematiek van vacatures gaan proberen op te lossen. Waarom is dat nooit eerder gebeurd, vraag ik mij dan als leek af. Want voor mij was het altijd als buitenstaander, altijd één grote dienst eigenlijk, hè? Politie, brandweer. Nee, we hebben natuurlijk alle verschillende departementen. En ieder departement vecht voor zijn eigen toko, zoals het bij de marine heet. En dan krijg je natuurlijk van Defensie geconcentreerd zich volledig op haar vacatures die we hebben. Overigens zijn er veel meer die Ton net zei. Het zijn er ongeveer 9000 op dit moment. 9000, oké. Om een invulling, wat nadere duiding te geven. Voor de marine houdt het in dat we 80% gevuld zijn. En dat er gewoon schepen en onderzeeboot tegen de kant liggen. Vanwege het feit dat we niet voldoende personeel hebben. Oké. Want is er dan ook binnen de Defensie zelf nog weer, zal ik maar zeggen, concurrentie van halen jullie stiekem mensen weg bij het landmacht, zal ik maar zeggen? Of valt dat wel mee? Nee, dat valt op zich wel mee. Je ziet af en toe wel dat mensen willen switchen, maar dat kan je voorstellen dat bijvoorbeeld als een marinier naar de commando's wil, dat ze bij de marine niet blij zijn, dat ze een goed opgeleid iemand kwijtraken aan de commando's, aan de landmacht in dit geval. En dat gebeurt dus af en toe gebeurt dat maar niet zo vaak, want vaak is het toch zo, als je naar de Defensie gaat, dan wil je of je wil naar de luchtmacht of naar de marine. Oftewel, de branding is eigenlijk heel, heel erg belangrijk. En wat ik vanochtend ook gehoord heb, eenheidsworsten. Nou, als iets fout is bij Defensie, dan hebben we het over de eenheidsworst. Ik ben geen militair, ik ben een marineofficier. Oké. Echt heel specifiek. Ja. Dus dat zegt u dan zo. Maar dan is het dus heel moeilijk om te gaan samenwerken. Want daar moet juist eigenlijk een soort opening komen, dat je heel makkelijk en soepel door de verschillende kolommen heen kan. Ja, nou, dan komen we eigenlijk bij de Coalitie voor Veiligheid. Wij bestaan nu ongeveer bijna 3 jaar. En we hebben 2 jaar geleden al een brief gestuurd naar de politiek. Dat willen wij de schaarse problematiek binnen de veiligheidssectoren oplossen. Dan zullen wij dus moeten gaan samenwerken. En op dit moment zie je dat ook langzamerhand gaat gebeuren. Defensie en JNV, Justitie en Veiligheid, zitten regelmatig met de Coalitie voor Veiligheid aan tafel om deze problematiek ook te bespreken. En Ton gaf net al een voorbeeld. Hè. Er mogen 950 marechaussee of douane douaniers komen erbij. Waar komen ze vrij? Vandaan 500 komen gewoon van de marechaussees. Dus het probleem wordt verplaatst. Dat schiet niet op dan. Nee, schiet niet op. Douaniers hebben dus genoeg mensen, maar we hebben weer 500 minder marechaussees. En als we dan kijken naar de politie die de komende jaren ook een vervangingsbehoefte heeft van 10.000, 15.000 politieagenten. Nou, dan weten we dat de nood heel erg hoog is. Dus we zullen moeten gaan samenwerken. Ja, nou kan je natuurlijk zeggen, je moet gaan samenwerken. Maar feit blijft dat er binnen al die kolommen zoveel vacatures zijn. Dus je zal ook naar buiten toe meer moeten werven, meer instroom. We zullen meer moeten gaan werven. Zijn daar hele innovatieve ideeën? Nou ja, er zijn natuurlijk wel op zich innovatieve ideeën. Maar het moet wel marktconcurrerend zijn. En dat is bijvoorbeeld een van de problemen bij Defensie. Waarom zie je heel veel Defensie-medewerkers naar andere veiligheidssectoren overstappen? Omdat gewoon die markten concurrerend zijn. Of overheidsconcurrerend zijn op dit punt. Dus dat zei Ton net ook al. We zullen dus meer naar elkaar CEO moeten kijken. Dat u ongeveer gelijk zijn. En dat geen reden is om van de ene overheidsdienst naar de andere overheidsdienst over te stappen. En dat het ook goed is in vergelijking met de markt buiten, buiten die kolommen, dat je inderdaad denkt van nou, daar werken, dat is prettig. Dan zit ik goed. Een voorbeeld geven waar wij in zitten te denken. Wat je nu ziet, dat heel veel militairen zeg maar rond de 30-jarige leeftijd Defensie verlaten. Dat heeft mede te maken omdat we eigenlijk geen baan voor het leven kunnen bieden. Dus ook niet die zekerheid kunnen geven die mensen op dat moment wensen, omdat ze toch een huisje, boompje, beestje hebben uiteindelijk. Hè. De hypotheek moet gewoon betaald worden. En dus wat we eigenlijk zeggen van, het zou toch mooi zijn als je bijvoorbeeld binnen Defensie, als je wat langer kan blijven als militair tot 35, 40-jarige leeftijd. En daarna garanderen we jou een baan binnen de overheid. Ja. En dat kan zijn bij de politie, dat kan bij DEI zijn, dat kan bij de douane zijn. Want of misschien zelfs leeftijd, die leeftijd bij Defensie heeft te maken met je fysieke gezondheid of nee, ja, uiteindelijk, sterkheid. Het is natuurlijk een zwaar beroep en naarmate die ouder wordt, met 25 of 30 kilo uur achter elkaar rondlopen, wordt wat lastiger. Nee, goed, maar ik neem aan dat bij de marine ook banen zijn waarbij je niet dat je meer de administratieve kant doet of weet ik veel dat wat. Dat klopt, maar dat noemen we dan altijd de vaarwalverhouding van je vaart 2 jaar en daarna ga je even naar de wal toe om daarna weer operationeel ingezet te gaan worden. Oké, en dan zou het dus mooi zijn als dat dan allemaal achter de rug is, dat je inderdaad bij een andere overheids
sector terecht kan. Nou ja, en ook in die zin. We hebben niet zoveel commandanten, we hebben niet zoveel schepen bij de marine. Dus uiteindelijk de carrière mogelijkheden houden op bij Defensie. Ja. Op de Happy Few na. En die andere zou dus een mooie carrière kunnen. Dat klinkt zo logisch. Waarom hebben we daar zoveel jaren over gedaan? Om zoiets. Nou ja, dat zijn natuurlijk de schotten die er zijn. En uiteindelijk ligt het denk ik ook aan een gegeven moment dat er een aantal mensen zeggen, we moeten nu echt wat gaan doen. En, die kunnen het ook goed met elkaar vinden. Vertrouwen elkaar. Ja. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dat je begint met vertrouwen in elkaar. Ja. Want Ton zei het net ook al, van uiteindelijk als er ergens een piek is, dan zul je dus ergens aan een andere overheidsdienst gaan vragen van deze piek moet opgelost worden. En dat houdt dus wel even dat jij tijdelijk even pijn moet gaan lijden. Ja. Ja. Maar in het belang van Nederland is het belangrijk dat we dat gaan doen op dat moment. En de interne opleidingen waar hij het over had. Jullie mogen allemaal zelf vorm gaan geven aan eigenlijk die mbo-opleidingen. Ja. Om ze heel specifiek op te leggen. Wordt daar al veel over nagedacht? Nou ja, er wordt in die zin wel nagedacht. We hebben natuurlijk de VEVA-opleiding. Dat zei Tom ook al. Die is volledig al wordt gegeven door Defensie. Dan nemen we onze verantwoordelijkheid al door de zeg maar, militair als instructeur voor de klas te zetten. Ja. Okay. Dus dat doen we dus al. Dat loopt al goed eigenlijk. Ja. Ik ben hoopvol gestemd. Hoe ziet het er over een jaar of 5 uit? Ik hoop over een jaar of 5 in ieder geval dat de ontschotting zodanig heeft plaatsgevonden. Dat we gaan inzien voor een veilig Nederland dat we samen moeten gaan werken. En dat we zonder die samenwerking in ieder geval niet gaan redden. Dat er geen boten meer aan de kant liggen, want dat is zonde. Ja. Dat zou nog mooi zijn. Nog sterker dat we nog meer boten gaan krijgen in het kader van de veiligheid. En dat we dus ook die kunnen gaan bemannen. Mm-hmm. Gaan we voor. Nou, het is ook voor gestemd. We zullen het afwachten. Hartelijk dank. Hartelijk dank, de heer De Natris.